Groningen wil weer de meest fietsvriendelijke stad van het land worden. Het stadsbestuur gaat voor de eretitel Fietsstad 2011. Maar is de stad wel zo fietsvriendelijk? Het lijkt erop dat de gemeente nog heel wat werk moet verzetten voordat de titel binnengesleept kan worden. Zo is de nieuwe Berlagebrug voor ouderen een beproeving à la Alpe d'Huez. Er zijn veel klachten dat de opritten veel te steil zijn. Ook de Fietsersbond heeft kritiek op de brug en vindt dat de hellingen wel wat langer hadden gekund. U bent er net tegenop gefietst. Ja. Wat is er mis met deze brug? Nou, die helling is te steil. Je moet er veel inspanning leveren om er vlot en gemakkelijk bij op te komen. En ik heb al van sommige mensen gehoord dat ze het te steil vonden. Dat ze dus eigenlijk niet weer op de fiets over deze brug gaan. Verder heeft Groningen de twijfelachtige eer het gevaarlijkste kruispunt binnen de stadsgrenzen te hebben. Het kruispunt bij de Rode Weg, het Boterdiep en de Korreweg is vooral voor fietsers verwarrend en gevaarlijk. Ja, het is een heel gevaarlijk kruispunt. Ik vind vooral deze kant uit valt hij nog mee. Maar als je vanuit het park komt op snelheid, die heuvel af, dan ga je daar het eerste kruispunt, hou je hier snelheid en dan nou, hier is het gewoon heel onoverzichtelijk. En heel vaak komt er gewoon een bus aan racen en dan een paar keer ternauwernood dan kunnen ontsnappen, moet ik zeggen. Nou, ik vind het allemaal onduidelijk hier en daardoor is het ook gevaarlijk. Want eigenlijk moet je gewoon ogen achter je en zijkanten ook hebben. Als je van die kant komt en dan zie je de auto's of vooral de bus van de rechterkant niet om het hoekje aankomen. Ja, en studenten hebben eigenlijk altijd haast. Die zijn eigenlijk altijd op bezig naar sport en naar studie. Dus ja, dan let je niet snel op. En eigenlijk is het te gevaarlijk inderdaad. Ja, ja. In 2002 kreeg Groningen al de fietsstad van het land. Dit verbaasde destijds Foppe Nieuwenhuis ook al. Nou, toen was ik volgens mij nog geen lid van de Fietsersbond. Maar daar heb ik me hooglijk over verbaasd. Dat was volgens mij onmogelijk. De Fietsersbond geeft aan dat er naast de brug en de gevaarlijke kruispunten meer problemen voor fietsers in de stad zijn. Zoals bij het station. Het stadsbestuur gaat in ieder geval kijken wat ze aan de steile opritten van de Berlagebrug kan doen. Ik ken het fenomeen niet, maar als u het zegt, dan ga ik eens naar kijken.